Ja, ik ben natuurlijk als wethouder van de gemeente Rotterdam ontzettend blij dat jullie mij gevraagd hebben om symbolisch de eerste paal te slaan. De eerste paal van de pop-up store. Geen woorden, maar daden. Ontzettend veel geluk. Dank u wel. Oké. Dank u wel. En dan moet ik er nu weer vandoor. Nou, succes! Ja, alsjeblieft. En waarom dit toneelstuk? Nou, omdat de winkeliers mede Rotterdam hebben gemaakt tot wat het nu is. Vandaar ook dat het een ode is aan de Rotterdamse winkelier. Na de oorlog helemaal niks, behalve die noodwinkels. En nu eigenlijk een bruisende stad vol met hippe ondernemers. En daar gaat de voorstelling ook over. Ik vind het wel belangrijk dat wat de eerste generatie winkeliers, ook de eerste generatie Marokkanen, wat ze hier hebben gedaan, wat ze voor Rotterdam hebben kunnen betekenen in de jaren 70. Wat misschien wel leuk is om te vertellen, is dat we de voorstelling ook echt gebaseerd hebben op echte ondernemers. Dus we zijn ook de slager van Fat gaan interviewen. Of daar zijn we geweest in de slagerij. We hebben ook Kim Foei, die heel veel mensen wel kennen, waar je in de slagerij gaat. Maar ook de oude Termeulen, die verteld heeft over zijn tijd en ook over zijn faillissement. Heetman, een juwelier die hier als enige nog zit op de lijnbaan van de oorspronkelijke winkeliers. Maar ook de hippe, besnorde, bebaarde mensen van nu. De Kaapse brouwers, de groosjongens, Gers, zulke mensen ook. Wat is jouw favoriete winkel in de stad? Op het Noordplein, de Visboer. Dat is mijn favoriete winkel. Jullie al wat bedacht? Ja, nou ja, ik vind eigenlijk de Markthal mijn favoriete winkel. Ja, ik ook eigenlijk. Dus als je, ja, en jij? Ja, nee, de Markthal, ja, vind ik wel een mooie plek. En jongens, dat zijn 16 winkels in één. Ja.